De merkwaardigste activiteit uit de Philipsgeschiedenis vond plaats in concentratiekamp Vught. Met enige dwang van de Duitse bezetter vestigde Philips hier in 1943 een werkplaats om, zoals Philips het zelf altijd zei, het leven voor de eigen gevangenen zo draaglijk mogelijk te maken. En zo produceerden honderden Joden van Philips hier radiobuizen, scheerapparaten en vooral knijpdynamo's. Dat ik hier zit, dat is eigenlijk een wonder. Ik heb wonderen meegemaakt. Als je zegt wonderen bestaan niet, dan zeg ik ja, ze bestaan wel, want ik heb ze meegemaakt. De houding van Fritz Philips in de oorlog is altijd omstreden geweest. Heeft hij nu wel of niet genoeg gedaan voor de honderden Philips-medewerkers in kamp Vught? Professor Ad Teulings schreef een dik boek over de houding van Philips in de oorlog. Ik denk dat voor Fritz Philips het een twijfelachtige eer is om op die manier op voor deze zaken zeg maar gehuldigd te worden. De Joodse medewerkers die in kamp Vught te werk werden gesteld en de oorlog overleefden, zijn een heel andere mening toegedaan. Het meest erge wat de Duitsers bij mij achtergelaten heeft, dat ik het vertrouwen in de mensen ben verloren. En aan die mensen heb ik me altijd vastgehouden, zoals Fritz Philips. En de groep van de Philips mensen, dat er ook edele mensen zijn. In 1944 worden alle 496 Philips-medewerkers uiteindelijk toch nog op transport gezet naar Auschwitz-Birkenau. Geruchten al zou Fritz Philips als een Nederlandse Oskar Schindler nog geprobeerd hebben te onderhandelen met de kampleiding in Polen, zijn nooit bevestigd. Ik geloof dat als je kijkt wat de Eindhovense bevolking, en dat is echt een toetsteen ervan vindt, dat hij uitstekend werk gedaan. In 1996 ontvangt Fritz Philips de Yad Vashem onderscheiding voor zijn inzet voor de Joodse medewerkers van Philips tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was eigenlijk nog eens een bevestiging van de erkenning, ook door de regering, dat mijn beleid goed was geweest. Punt, goed was geweest. Want veel mensen dachten er anders over, hè? Ik weet niet wie dat zijn geweest die daar anders over gedacht hebben. Maar die ben ik eigenlijk wel niet erg tegengekomen. Nee? Nee. Na zijn gevangenschap in Haren, Sint-Michielsgestel en zelfs Vught duikt Fritz in juli 1944 in Eindhoven op. Als hij hoort dat de Sicherheitsdienst hem weer wil vastnemen voor verhoor, vlucht hij uit zijn kantoor aan de Emmasingel en duikt onder. Op een gegeven moment wilde men toch proberen mij te pakken te krijgen en heeft men dus mijn vrouw gearresteerd. En die heeft het heel moeilijk gehad, want de Duitsers hebben langs allerlei wegen getracht haar te dwingen om te vertellen waar ik was. Maar ze heeft met Gods hulp heeft ze het kunnen uithouden, al die narigheden, om te zeggen nee, als ik het niet weet, dan weet ik het niet. En al slaan jullie me dood. Als ik het niet weet, dan weet ik het dan nog niet. In elk geval is het haar gelukt om het niet te zeggen. Maar uit revanche, laat ik maar zeggen, daarop, hebben de Duitsers haar toen in een soort barak gebracht waar een heleboel vrouwen bezig waren. Weet ik wat, touw te vlechten of weet ik wat voor spul te doen, domwerk. En door bepaalde omstandigheden, we weten nog niet eigenlijk precies hoe, hebben ze haar naar huis laten gaan, 3 dagen voordat die hele groep naar Auschwitz is gegaan. En waarschijnlijk een heleboel daar nooit meer levend van zijn teruggekomen. Het is 20 september 1944 als Fritz weer in Eindhoven opduikt. Hij heeft dan precies 2 maanden ondergedoken gezeten. Als hij bij zijn huis aankomt, treft hij de Wielewaal verwoest aan. Kijk, dit gedeelte, je kunt het een beetje aan de steen zien. Dat was nog getroffen door een Engelse bom, toen de Duitsers juist de boel verlaten hadden. Was het erg gehavend? Wat? Was het erg gehavend? Ja, nogal flink. Oh.
Dan is de bevrijding van Eindhoven een feit. Als vertegenwoordiger van het bevrijde Zuiden wordt Frits samen met onder meer premier Beel ontboden bij koningin Wilhelmina in Engeland. Op zondagmorgen 4 februari 1945 praten zij Hare Majesteit bij over de situatie in Nederland. Ook Frits' ouders komen in november 1945 weer terug. Maar het belangrijkste blijft toch de eigen gezinshereniging. Dinsdagavond in het sportpark. Een avond waarop de grote Philips-familie is bijeengekomen in het sportpark. Welkom geheten door ingenieur Frits Philips. En heren, jongens en meisjes, alle van Philips. Als wij zo elke dag naar de fabriek of naar het kantoor gaan, dan weten we wel dat we met velen zijn. Maar vanavond zien we het. Ik wil beginnen na dit welkom aan u. Een speciaal welkom te heten aan de muzici en de zangers en zangeressen. Het 60-jarig jubileum is voor het personeel reden om het monument Panterij te schenken aan de werkgever. Het stelt de drie hoofdcomponenten van Philips voor: licht, woord en beeld. Dat Frits nog steeds erg gehecht is aan het geschenk blijkt in 1997. Als het monument dreigt te vervallen tot een hondenuitlaatwei en een verzamelplaats voor hangjongeren, komt de dan 92-jarige Philips in actie. Deze prachtige fontein die met de centjes van de werknemers eigenlijk tot stand is gekomen, dat die nu, vooral nu ook de directie naar Amsterdam zich verplaatst, dat men in elk geval hier achterlaat een fontein die weer in alle oude glorie kan tonen. De saamhorigheid tussen het personeel van Philips en de bedrijfsleiding. In het jubileumjaar wordt nog een ander monument onthuld, die van Frits' vader Anton. Frits zou zijn vader er zelf ook graag bij gehad hebben, maar deze kan er door ziekte niet meer bij zijn. 3 weken later, op 7 oktober 1951, overlijdt Anton Philips. Hij is dan 77 jaar oud. Ja, hij was echt zo'n beetje de vader van Eindhoven, hè? Dus iedereen heeft echt meegeleefd daarmee. Denkt u zelf wel eens aan de dood? Daar heb ik mijn hele leven aan gedacht. En ik ben daar ook helemaal niet bang voor. U bent niet bang om te sterven? Nee. Hoe was het? Nou, het was een mooie dienst, moet ik zeggen. Ja, erg mooi, ja. Niet vermoeiend? Helemaal niet hoor. Nee, prima. Het is zo. Even op de foto. Nu mijn kinderen, veel daarvan over, hier waren met het oog op die bruiloft, dat ik ook erg geïnteresseerd was in hele kleine kinderen. Ik was geïnteresseerd in baby's en van die kleine aapjes die van 1,5 tot 2 of 3 jaar oud worden. En dat heb ik nu nog met de achterkleinkinderen, begrijp je? Dat vind ik dat vind ik ontzettend gezellig om met die kleine peuters grapjes te maken en zo. En die zijn ook in het algemeen erg gesteld op opa, laat ik maar zeggen. Okay, can you please look? Can you move a little bit between the two gentlemen? Yes, okay, thank you.
Het is zo leuk dat hij al de neven en nichten meemaakt en zijn grootkleinkinderen, zeg je dat zo? grootkleinkinderen meemaakt. En het is gewoon prachtig. Ja, absoluut. Heb je nog een leuke anekdote over? Wat u als kleindochter nou is bijgebleven? Over? Nou, hij tekende zoveel als ingenieur, maar dan ook gewoon van zichzelf. En hij heeft altijd olifanten op fietsen voor ons getekend. En kippen die dan zingen en van allerlei leuke dingen. Hij is heel speels en altijd heel leuk als grootvader om mee te maken. En altijd heeft hij tijd voor zijn kleinkinderen, ondanks dat hij zo druk is meestal. Dus, ja. Op 29 maart hield de NV Philips de aandeelhoudersvergadering in de jubileumhal. Voor het laatst stond het presidium van ingenieur PFS Otten. Ingenieur Otten steekt een pijp op. Het werk is gedaan. In de grandioos versierde hal kwamen op 5 april meer dan 1000 receptiegangers ingenieur Philips begroeten en afscheid nemen van ingenieur Otten. De wisseling van concernleider was ook voor de Philips Harmonie meer dan voldoende aanleiding een muzikale hulde te brengen. De nieuwe president en de aftredende. De Philips-shave past precies in de palm van uw hand. Hij is vrij van trilling en maakt uiterst weinig lawaai. Probeer bij uw handelaar de Philips-shave en ontdek hoe makkelijk en prettig het is. Beweeg het scheerapparaat met kalme draaibewegingen, span de huid en uw baard verdwijnt als sneeuw voor de zon. Nou, scheerapparaten vond ik ook een heel interessant artikel. Waarom? Omdat daar het mechanische gedeelte eigenlijk het belangrijkste was. En ik ben geen elektrotechnicus, ik ben geen radiospecialist, daar wist ik te weinig van. Dat een product zou zijn geworden waar ik helemaal in zat. Een ander lievelingsproduct van Philips was de Stirlingmotor. En als je hem zo draait, dan komt hij gewoon op een gegeven moment recht tegenover te staan. Dan gaat het erom dat we de zon inderdaad, de zonnestralen concentreren op het warmte-element. En dan kan het eigenlijk niet anders dan dat hij moet gaan lopen. Je ziet nou dat hij mooi warm wordt. En maar los. Kijk. En een van degenen die nog erg heeft geprobeerd er wat van te maken was Henry Ford. En dat was een goede vriend van me. En die heeft op het eind nog eens geprobeerd om een van zijn afdelingen enthousiast te maken voor de Stirlingmotor. Maar een half jaar zei die Frits, ik heb het echt geprobeerd, maar het lukt eenvoudig niet. Als je de Brabantse taal ook gebruikt, dan kan je zoveel zeggen tegen mensen, zonder dat het beledigend uitkomt. Hè? Als je tegen iemand zegt dat je vindt dat hij toch wel beter kan doen, dan zeggen, ach Melke, kijk nou eens goed naar uw ogen, je kunt het toch veel beter doen. En als Hollanders zeggen ze dan, ja man, dat was eigenlijk niet zo erg goed, hè? Dat moet veel beter kunnen, begrijp je nou? Dat maakt toch direct een heel ander verschil, hè? Hoe dat je het zegt. Wat ik wil hebben is een klein motortje die op zonne-energie werkt en die een pompje aan kan drijven om water uit de grond te krijgen. Ja. Dan kan je heel Afrika helpen om... Dan zijn er miljoenen zou je kunnen verkopen. Maar ik zou zelf ontzettend graag zo'n groepje aan willen vuren, begrijp je? Kun je je voorstellen? Dat kan ik me voorstellen, want je blijft ondernemer, hè? Ja. En zet er met een goede voor de sjoepels. Ja.
En het pensioenfonds vindt dat heerlijk dat ze nou eens iemand hebben die ze het echt goed uit kunnen betalen. Ja. Al die anderen die gaan allemaal veel te vroeg door. Op 16 april werd ingenieur F. Philips 60 jaar. De burgemeester maakte zijn benoeming tot ereburger bekend. Uit waardering voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en aan de welvaart van haar inwoners. In 1971 treedt Philips terug als president-directeur van het grote concern. 40 jaar lang zwaaide hij de scepter over het elektronica-bedrijf Philips en was hij verantwoordelijk voor een aanzienlijke naamsverbreiding in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Nou, wat doen we vanmiddag? Winnen. Winnen. 3-0? Natuurlijk, winnen. Ja, maar 3-0, hè? Daar is niet waar, hè? Vrij trap. Niels maakt de bal vrij voor een schot. Je hebt de hele wereld bereisd, allemaal belangrijke mensen ontmoet. Hoe kunt u toch nog zo gefascineerd raken door het spelletje voetbal? Ja, dat is niet een spelletje, dat is nou, voetbal. Daar ben ik altijd erg in geïnteresseerd, in Philips. En de thuiswedstrijden ben ik eigenlijk altijd. En dat ze nu staan, ze, als je het hebt gevolgd, we staan nu bovenaan. Hè? Ja, ja. Met een. Nou, dan moeten we zorgen dat we dat doorzetten, dus. In het centrum, Loert van Nistelrooy, Gochloff. Zou je een goede trainer geweest zijn van PSV? Ik niet, helemaal niet. Ik weet er veel te weinig van. Je wou nou even naar het Evoluon. Dat we niet al onze tijd hiermee. Nee, we gaan naar het Evoluon. Ja. Het is eigenlijk zo gebeurd dat we bij een wereldtentoonstelling in België hadden wij een hele mooie opzet gemaakt om onze artikelen aan te prijzen en tentoon te stellen. En dat was erg goed gegaan, maar dat had wel alles bij elkaar iets van 6 miljoen gekost. En toen heb ik het idee gehad, laten we nou niet meer geld uitgeven aan wereldtentoonstellingen, maar laten we dan het geld wat we anders daarvoor zouden hebben bestemd, eigenlijk oppotten om dan een continu tentoonstellingsruimte in Eindhoven te hebben. Maar het is nog zo dat als je aan Eindhoven denkt om iets te zien wat van belang is, dan wordt er dan staat het Evoluon toch wel op een van de eerste plaatsen. In 1992 overlijdt Frits' echtgenote Sylvia, waar hij 63 jaar mee getrouwd is. In de week van het overlijden wordt het muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven geopend door koningin Beatrix. Ja.
Philips top vertrekt uit Eindhoven. Dat heeft het bedrijf vanmiddag beslist. Zo'n 175 medewerkers van het hoofdkantoor, inclusief de raad van bestuur, verhuizen naar een nieuw onderkomen in Amsterdam. Heeft men van Philips uw mening nooit gevraagd toen het speelde, de overgang? Jawel, maar ik heb direct gezegd, ik ben het er niet mee eens, maar ik ga geen actie beginnen. Van Vriendek en ik hebben nou beide een prioriteitsaandeel. Een soort veto? Ja. Ja. Ik had het misschien kunnen gebruiken op het ogenblik, omdat ik er nooit mee eens ben geweest, dat de zetel naar Amsterdam werd geplaatst. Kijk, van het ogenblik af dat degene die verantwoordelijk is voor het hele geval iets wel wil doen, dan ga je daar niet tegen in. Dat zou ook helemaal verkeerd geweest zijn. Ik hoop wel dat ik nu nog meemaak dat de zetel weer terugkomt in Eindhoven. Op 11 november valt Philips de grootst denkbare eer ten deel. Gerard en Anton worden in de Grote Kerk in Den Haag uitgeroepen tot ondernemers van de eeuw. In Brabant was Frits deze eer al ten beurt gevallen, maar hij neemt de prijs in Den Haag graag in ontvangst. Een paternalist als u en uw opvolger van Riemsdijk en Otte, die leiden het bedrijf denk ik anders dan de topmanagers als Boonstra nu, hè? Nou kijk, Boonstra had natuurlijk, ook omdat hij niet eigenlijk in Eindhoven zat, had hij dat gevoel natuurlijk veel minder voor de mensen, omdat hij ze ook niet kende. Dat heeft de heer Boonstra ook wel tegen mij gezegd. Hij zegt, ja, in het vervolg moeten we toch zien dat we een president krijgen die in Philips eigenlijk is naar boven geklommen. But now the clouds have passed, you're here.